en dat soort dingen? Of moet ik het anders zien? Nou, over de motorverschijnsel is, dat weten wij eigenlijk niet zo goed. Het is ons natuurlijk wel een beetje opgelegd door de overheid. Toen een besluit is genomen om ouderen langer thuis te laten wonen. Mm-hmm. En dat betekent dat er werk aan de winkel is voor seniorenorganisaties zoals KBO en PCOB. Ja, ja. Dag, Maaike. We zwaaien nog even naar Maaike. Ja, ze neemt afscheid. Leuk. Gaat weer in haar autootje. Oké, het is opgedrongen natuurlijk. Wonen jullie allebei zelfstandig? Jawel. Ja? Ik ook nog, ja. Ik vraag het maar natuurlijk. Ja. En hoe oud zijn jullie? Mag ik dat vragen, Frans? Dat mag. Ik ben 71. Ja? En wat is? Bijna 72. Kijk eens aan. Ja. Is dat oud? Nee, toch? Nee. We voelen ons niet oud. Nee, maar dat is het punt. Naarmate je ouder wordt, voel je je minder oud, toch? Als je het geluk hebt om dat in enige gezondheid mee te kunnen maken, natuurlijk. Nou, het is een etiket wat makkelijk en snel wordt opgekleefd, natuurlijk. Maar ja, het is een beetje afgedankt. Je bent zo oud als je voelt. Ja, dat is ook zo. Hoe ervaren jullie dat in jullie omgeving? Voel je afgedankt? Nee, toch wel? Nee, zolang ze ons nog nodig hebben om dit soort activiteiten te organiseren, te begeleiden, ja, hebben wij geen zin het gevoel dat we afgedankt zijn. Is het van belang dat deze informatie daar komt, Maurice? Ja, dat is zeker van belang. De oudere mensen die dat moeten ervaren, zeg maar, mm-hmm. dat ze weten waaraan ze naartoe moeten gaan. Ja. Dus. Jullie doen het samen met AZ. Het is meer om de mensen te informeren van wat moet je nou kijken om zelfs ouder te kunnen worden. Of wat wordt er verteld op zo'n informatiedag? Ja, dat is AZ heel breed. Wat er bij AZ bestaat van wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijk werk, welzijnswerk, ja. al die dingen. Vrijwilligerswerk. Ja, AZ is een grote club natuurlijk, dat valt eronder. Maar wat krijgen de mensen te horen op die dag? Wat is de informatie die ze krijgen? Noem eens een paar dingen. De rol van AZ in een veranderende samenleving op dit moment. Dus het is langer zelfstandig. AZ is de uitvoerder van de wet maatschappelijke ondersteuning hier in Terneuzen. Mm-hmm. En daar gebeurt heel veel in dat sociaal domein bij alle gemeentes, ook in de gemeente Terneuzen. Het is niet alleen de senioren die in het maatschappelijk domein een rol vervullen. Nee. Maar het zijn ook de junior, de jongeren, de jeugd. Het is het complete maatschappelijke domein. En we hebben allemaal meegekregen dat de jeugdzorg in alle gemeentes ernstige tekorten vertoont. En dat is ook in de gemeente Terneuzen zo. Dat zou kunnen betekenen dat er druk komt te liggen op de zorg voor ouderen. Mm-hmm. Dat er minder geld voor is. Precies. In wat voor vorm dan ook. Ja? En dat is iets wat wij eigenlijk bespreekbaar willen maken. En wat we graag ook horen in de bijeenkomsten met AZ op 12 en 19 februari. Van hoe wordt de zorg voor senioren in de toekomst gewaarborgd? Mm-hmm. Dat krijgen jullie van AZ hoor. Dan las ik het aanvankelijk ook als je zelf langer zelfstandig, je moet zelfstandig blijven wonen. Dat je daar ook te horen krijgt van kijken op wat voor manier kun je dat dan het beste doen. Het fijnste doen. Dat het in die richting ook een beetje ging. Maar, dat klopt. Als je bedoelt het aanpassen van woningen en dergelijke. Bijvoorbeeld, ja. Dat is een onderdeel van de wet maatschappelijke ondersteuning. En daar speelt AZ een rol in. Ja. Ja, en daar is altijd weer. Geld komt altijd weer om de hoek kijken, natuurlijk. Dat is, Ja, en we moeten wel rekening mee houden dat in Terneuzen 25% van de bevolking is 65 plus. Mm-hmm. En dat is een niet gering gedeelte van de bevolking. En we willen wel dat daar in elk geval middelen voor beschikbaar zijn om die 25% van de bevolking. Een fatsoenlijke. Een oude dag voor 65 oude dag. Ja. Weet je, dat is een heel andere discussie natuurlijk. Er zijn jaren geweest, als je 65 wilde, stopt je bijna met leven 50, 60 jaar geleden. Maar ja. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Kijk, jullie zijn vitale 70ers en er zijn vitale 80ers. Ik zag gisteren bij de Wereld Door Koos Postema aan tafel zitten, die 87. Nou, die kon het goed uitleggen hoor, daar moest je niet op wachten. En die wist precies wat er speelde. Die leeftijd, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar je moet wel in een bepaalde kwaliteit zelfstandig kunnen blijven wonen. Ja, en we willen die senioren, die 25% van de Terneuzen bevolking, willen we graag een spreekbuis geven. En wij vinden dat wij die rol goed kunnen vervullen. Ja. Als KBO en PCOB, jullie doen het gezamenlijk, hè? We doen het gezamenlijk. Dat is misschien wel interessant om dat even te vermelden. De geschiedenis van die twee organisaties gaat 60 jaar terug. 60 jaar geleden zijn de eerste seniorenorganisaties opgericht. En als er ergens een katholieke organisatie werd opgericht, moest er natuurlijk ook een protestants-christelijke organisatie worden opgericht, of omgekeerd. We hebben dat bijna 16 jaar volgehouden, totdat we in 2016 hebben gezegd op het landelijk niveau, het is misschien toch beter dat we samen onze activiteiten gaan bundelen. Mm-hmm. En dat we samen optrekken op het gebied van belangenbehartiging. Ja.
tussen jullie beide belangen. En dat is landelijk begonnen en dat wordt nu verder uitgerold in lokale afdelingen. Oké, okay, oké. Okay. De bijeenkomsten worden er twee gehouden, in Terneuzen en in Axel. Ja, wel. Ja, en waarom worden er twee? Zijn inhoudelijk dezelfde, neem ik aan. Ze zijn inhoudelijk dezelfde. Mm-hmm. Maar voor het bereik... Locatie. En proberen zoveel mogelijk mensen daar naartoe te trekken. Dus. Ja. Zijn er reacties? Nog niet veel. Nee? Nee, deze week zijn de flyers de deur uitgegaan bij de leden. Maar het wordt ook al bij de media gebracht. Voor het zijn open bijeenkomsten voor ja. iedereen toegankelijk. Ja. Dus. Ja. Nou, daar zitten jullie hier in. Dat vinden wij ook fijn natuurlijk. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief die aan het eind van de maand... Dat is rond de 30e verspreid wordt, zowel bij KBO als bij BCOB. Dus we zijn deze week pas de deur uitgegaan. Er zijn mensen zijn eigenlijk nog maar kort geïnformeerd over datgene wat er gaat gebeuren. Nou, het is de 12e, dat is woensdag over een week. Dus, ja, klopt. Dat is toch alweer vrij snel eigenlijk. Ja. Bij ons op de website staat het bericht ook met daar de zaken erbij, hoe mensen jullie kunnen bereiken. Geweldig. Dat is altijd het makkelijkste, dat weet u. Ik hoop dat het een vruchtbare dag wordt. Dagen worden, zal ik maar zeggen, voor hopen jullie. Hopen we ook. En we zijn Nombroep erg erkentelijk dat ze ons de gelegenheid geven om daar een toelichting op te geven. Ja. En dat ze dat op de site ook nog een keer willen publiceren. Zo zijn voor we. Onze waardering. Wij zijn ook maar gewone mensen, Frans. Moet je maar denken. Is gewoon zo. Ja. Maar het komt er in ieder geval op neer. KBO, PCOB, AZ, GoHRTV, hoe meer... Dat er bekendheid aan wordt gegeven, hoe beter dat is. Zo is het, zo is het. Bij deze gedaan. Jullie staan keurig op video zoals we het iedereen doen. En men kan het allemaal eens op het gemak terugkijken even. Dankjewel voor de komst naar de studio. Dank voor de tijd. Okay. Dank u. We spraken met Maurice Scholten van de KBO en Frans Tolnaar van de PCOB. Of is het net andersom? Nee, het is correct. Dat is goed, hè? Ja, de PCOB over de informatiebijeenkomsten met als thema zelfstandig houden worden. De bijeenkomst wordt gehouden in Terneuzen op woensdag 12 februari vanaf 1 uur 's middags. En een week later, de 19e, is dat het geval in Axel in het Gregorius Centrum. En daar begint het om 9 uur 's morgens, heb ik hier zo staan. Nee, 9 uur 30. Ja, maar vanaf 9 uur is de zaal open. En loop. Ja, ik dacht, zeg 9 uur, ze kunnen er maar zitten. Hè? Ja, weet je, een bakje koffie erbij en we zijn weg. Op onze site, dus de website van Go-RTV. Ik zeg altijd een streepje, dan moet je ertussen zetten. Maar Go-RTV kun je het bericht teruglezen met alle andere zaken erbij. Go Actueel, tot aan 1 uur zijn we er nog.